Het RTV Arnhem jaaroverzicht. Welkom bij het RTV Arnhem nieuwjaarsoverzicht van 2018. We blikken terug op de maanden november en december, waarin we aanwezig waren bij het jongerendebat, er een crowdfundingsactie was voor het Koerenpark en het taphuis een nieuw speciaal biertje lanceerde. Leerlingen van het Beekdal Lyceum willen graag de wereld verbeteren. Daarvoor zijn ze nu met een bijzonder project bezig. Wij gingen kijken welke uitdagingen deze tweede klassers aangaan. Ik sta hier vandaag voor het Beekdal Lyceum, waar de tweede klassers bezig zijn met het Young Impact project. Wat is dat precies voor een project en wat gaan ze eigenlijk doen? De challenges van het Young Impact project. Kun je eens vertellen wat dit voor een project is? Het is een project speciaal voor leerlingen, gemaakt door de makers van Young Impact. En zij gaan daarin zichzelf inzetten voor de maatschappij. Wij gaan een voetbaltoernooi organiseren voor kinderen die geen geld hebben voor een sport. Mooi. En hoe heb je dat bedacht? Nou, we gunnen natuurlijk iedereen gewoon mogelijkheid tot sport en daarom hadden we het eigenlijk gekozen. Wij hebben twee middag in een bejaardentehuis geregeld voor bejaarden die zich niet visite krijgen of iets. Dus wij willen daar een hartje geven en spelletjes gewoon en een gezellige middag houden. Wij gaan cadeautjes inzamelen en daarvoor gaan wij een Sinterklaas feest organiseren in een douchehuis. Dat is een weeshuis voor kinderen die geen ouders meer hebben of geen fijn thuis hebben. En hoe kwamen jullie bij dat douchehuis? Nou, we wisten dat er weeshuizen waren en toen gingen we gewoon zoeken op weeshuizen. Toen kwamen we op een douchehuis in Spankeren, dus daar gaan we heen. Wij gaan kleding inzamelen, hier op school en op andere plaatsen. En dan gaan we meegeven wat mijn moeder speurt bij de KLM. Dan gaan we meegeven op een reis naar Afrika of naar een plek waar mensen het minder goed hebben. En dan gaat ze het daar uitdelen en we gaan, als het niet lukt, ook nog naar organisaties brengen. En in Nederland naar vluchtelingenkampen en zo. En we hopen dat daar mensen daarmee blij worden. Wat een super idee. Dus je denkt, ik zet mijn moeder gewoon in bij deze challenge, toch? Ja, eigenlijk wel. En je moeder dacht niet, nou, dan moet ik allemaal werk gaan doen? Nou ja, misschien lukt het niet. Als het in de rooster komt, dan gaat het doen. En anders brengen we het nog naar een organisatie van de KLM, Wings of Support. En dan daar gaan ze ook mee naar Afrika en zo. Ik ga voor een geestelijke gehandicapte een spelletjesmiddag organiseren en daarna pannenkoeken bakken voor hen. Wij gaan rozen uitdelen met leuke berichtjes, omdat buschauffeurs krijgen heel veel nare, negatieve reacties van mensen. En ik zit best wel vaak in de bus. En maar met de persoon waarmee ik dit ga doen, ik zit ook heel vaak in de bus. En we dachten, nou, we willen ook eens keer wat leuks gaan organiseren voor buschauffeurs. Ja, tuurlijk. Die buschauffeurs vinden dit heel erg leuk, denk ik, of niet? Ja, denk het wel. Wij gaan voor ouderen een soort spelletjesmiddag organiseren. Daarvoor zullen twee dansleerlingen voor hun dansen. En dan gaan we met hun bingo spelen met leuke prijzen. Ik ga samen met drie vriendinnen in de stad een spiegel plaatsen. En dan gaan we aan voorbijgangers vragen wat ze niet zo mooi aan zichzelf vinden. En dan gaan we vervolgens aan een andere voorbijganger vragen wat ze juist heel mooi aan diegene vinden. En zo proberen we mensen meer zelfvertrouwen te geven. Wat een heel mooi idee. En waarom hebben jullie voor zelfvertrouwen gekozen? Nou, heel veel mensen die zijn heel mooi, maar zijn gewoon heel onzeker over zichzelf. En dat is gewoon zonde. Woensdagavond vond in de gemeenteraad een debat plaats over de invoering van de nieuwe vaststelling voor persoonsgebonden budgetten, de PGB's. Wat voor problemen zien de PGB-houders in het voorstel van het college? Op dit moment lijkt het erop dat de voornemens zo zijn dat er een kwaliteitsbeoordeling gaat plaats gaan vinden aan de hand van een aantal criteria die voorheen niet werden gesteld. En het is onduidelijk wie daar dan precies aan kan voldoen. En als je daar niet aan kan voldoen, dan zullen de tarieven daarvoor verlaagd worden. Mm-hmm. En dat heeft enorme invloed, want ik zal waarschijnlijk, of ik gok, maar voor zover ik dat kan overzien, is een aantal van mijn medewerkers daar, betreft het dat. En dus bedoel ik dan mogelijkerwijs een flinke salariskorting doorvoeren. Mm-hmm. Terwijl zij in feite al werk doen voor een gezien wat ze doen en hoeveel verantwoordelijkheid ze hebben. En zij gewoon werknemer zijn van mij. Daaraan, zeg maar, daar is geen aanleiding toe. Ja, en wat betekent dat dan voor u, de zorg niet op orde? Wat voor last ondervindt u daar dan bijvoorbeeld van? Het gaat om hele simpele dingen als, zeg maar, gewoon mijn huishouden voeren. En het leiden van mijn leven. Wat zou er eigenlijk moeten veranderen in het voorstel van het college? Wil uw situatie daar niet onder lijden?
Nou, ik denk dat het heel goed is dat er gekeken wordt naar kwaliteit van zorg. Mm-hmm. Maar niet op de manier waarop het nu lijkt te gaan gebeuren. Mm-hmm. En daar zou voor mij dus wat moeten veranderen. Of ze moeten andere plannen maken waardoor ik niet in de moeilijkheden kom. En niet meer mijn werknemers kan betalen voor watgene wat ze wil doen. Er is een crowdfunding gestart voor een nieuwe entree voor het Koehoornpark in Arnhem. Deze entree wordt gemaakt van de oude kerkramen van de gesloopte kleine Eusebiuskerk. Op de plek van het Koehoornpark in Arnhem stond ooit een kerk. Een kerk met mooie gebrandschilderde ramen, gemaakt door de Arnhemse stadsglazenier Joop Jansen. Deze kleine Eusebiuskerk is in 1990 gesloopt. Het initiatief Hier stond ooit een kerk brengt deze kerkramen terug naar het Koehoornpark, terug naar hun oorspronkelijke locatie. Parkregisseur Willem Jacobs legt uit wat deze crowdfundactie inhoudt. Ja, de idee leeft al veel langer. Een hele bijzondere plek in de stad. Wordt nu gewoon tijd dat het gebeurt. En daarvoor zijn we gewoon de crowdfunding begonnen. En ik vind het ook leuk om juist met Arnhemmers, mensen die echt hart hebben voor die plek en hart hebben voor Arnhem, om te kijken van nou, wat kunnen we nou met die energie voor elkaar krijgen. Die kerk is helemaal verdwenen. En bijzonder is ook dat eigenlijk die ramen, die hebben de hele sloop overleefd. Dat is toentertijd ook een burgerinitiatief geweest. Van hey, die kerk wordt gesloopt, maar dat die ramen redden. Alleen ja, zoals het dan gaat, dan staan ze nu al jarenlang bij Bas Bekkers in zijn atelier in een paar kartonnen dozen. Ik heb ze ook zien staan, zeg maar. En toen had ik wel meteen een soort gevoel van wauw, dat moet gewoon terug hier. Dat zou zo gaaf zijn. En dat het voor mensen ook heel tastbaar wordt. Van, hè, dan hoef je niet alleen het verhaal te vertellen, maar dan kun je het ook echt zien. Van hey, dat zijn die originele ramen van die kerk die daar heeft gestaan. Dus dan ga je zo'n plek heel anders beleven. De drugsoverlast in Klarendal lijkt weer toe te nemen. In hoeverre merken wijkbewoners dat? Onze verslaggever Charlotte Duttler is de wijk ingegaan om te kijken. Bewoners van Klarendal hebben deze week in een buurtoverleg aangegeven dat de drugsoverlast in de wijk steeds erger wordt. Op de scooter wordt iets overhandigd, op straat wordt een pakketje afgegeven en zelfs medebewoners dealen, klagen ze. We zijn vandaag in Klarendal om aan de buurtbewoners te vragen wat ze ervan vinden. Nee, ik heb geen last van drugs. Nee. Nee, u voelt zich wel veilig hier? Ja, zeker, zeker. Ja. Absoluut. Nee. Nee, totaal niet. Maar ik woon ook op een bovenwoning, dus dat zal misschien ook schelen. Ja. Oké, dus u voelt zich wel veilig ook in de wijk? Ja, absoluut. Ja. Ook 's avonds op straat. Het is bij ons vrij rustig. Dus u voelt zich ook wel veilig hier? Ja. Ja, waar is niet drugsoverlast? Hè? Als je de brug overgaat in Malburg heb je net zo goed ook heel veel drugsoverlast. Ja. Bewoners hebben er dus niet zoveel last van. Maar als we gaan praten met bewoners die ook een onderneming hebben in Klarendal, komt er een heel ander verhaal naar voren. Wij merken dat er heel vaak gedeeld wordt hier op de straathoeken en achter bij de bedrijven. En ik zou daar graag verandering in willen zien. Dat je wat meer veiligheid hebt. Dat mijn cliënten hier veilig kunnen komen zonder geconfronteerd te worden met dat soort zaken. Hier heeft voorheen een ander bedrijf gezeten. En er werd hier wiet verkocht. Wat ik eigenlijk ervaar is dat er, mensen komen die zeggen dat ze hier drugs willen komen halen. Die mijn bedrijf achterom binnenkomen. En zeggen dat dat hier vroeger ook kon. En als ik ze dan weg wil hebben, lukt dat niet. Ze maken ook afspraken met het bedrijf dat achter mij zit. Het plan van de gemeente om betaald parkeren in te voeren in de wijk Sint-Martens-Sonsbeekkwartier stuit op veel verzet van de bewoners. Ja, nu we hier overdag door de wijk lopen, valt het probleem nog wel mee. Maar vooral 's avonds, als alle bewoners thuis zijn van hun werk, kunnen ze nergens meer parkeren. Voor hun eigen deur kennen ze hier al jaren niet meer. En ook overal waar ze kijken, wordt er fout geparkeerd. De gemeente wil er nu graag wat aan doen en heeft de bewoners twee plannen voorgelegd. Betaald parkeren of niet. De bewoners mogen nu zelf stemmen wat ze het liefst willen, maar ze zijn er nogal verdeeld over. Eigenlijk alles ten zuiden van hier van het Pontanuslaan zo meteen ook minder parkeervergunningen krijgt per huishouden. Dat we nu zijn dat in eerste instantie zijn dat twee vergunningen, maar dat zou in de toekomst zouden dat één vergunning per huishouden zijn, ja. Of per adres. Dat betekent dat uiteindelijk ook door het vergunningenstelsel het totale autogebruik minder zal worden of althans het parkeren minder zal gaan worden. Ja, en ik heb ook ergens gelezen dat het ook doordat mensen gaan betalen, komt er ook meer geld voor om handhaving in te schakelen. Ja, en dat is volgens mij iets waar zowel voor- en tegenstanders eigenlijk allemaal wel op zitten te wachten, is handhaving binnen de wijk. Ja. Dat zie je met name, ja, nu valt het mee, maar in de avonduren, dan staat er dubbel geparkeerd. Er staat op iedere hoek, overal in de hoeken staan auto's geparkeerd, overal op plekken waar je feitelijk niet mag parkeren. Maar doordat er geen handhaving is, doen mensen dat. De kans dat je bekeurd wordt is vrij klein. Ja.
Door het invoeren van betaald parkeren zal er ook structureel gehandhaafd gaan worden, waarbij je dat soort excessen dus ook niet meer hebt. Voorstanders dus, maar ook genoeg tegenstanders in de wijk. Zelfs zoveel tegenstand dat er een groep is opgericht nadat de gemeente het plan bekend maakte. Wat er mis is met het plan van de gemeente is dat zij met vergunningen willen gaan werken, maar dat ook het hele gebied betaald parkeren wordt. En dat laatste om met als doel wildvreemd of wijkvreemd verkeer te weren. Nou, hier zie je genoeg plekken op dit moment. Wij hebben hier in deze stukken niet zo heel veel wijkvreemd verkeer, behalve evenementen Sonsbeek. Mensen krijgen een vergunning, Sonsbeek Noord, het stukje Passavantlaan, 2 vergunningen. Hier krijgen ze 2 vergunningen, maar op het moment dat ze hier het huis verkopen, 1 vergunning. En in Sint Maarten zit al een vergunningenstelsel. Die mensen hebben nu gegarandeerd een plek en gaan zo meteen met het betaald parkeerregime. Hebben ze geen garantie meer, dus zij gaan er ook op achteruit. Wij zien niet in dat wij als bewoners nu meer moeten gaan betalen voor een taak waarvan ik vind dat de gemeente die primair moet uitoefenen. Ja. Dat is een kwestie ook van keuzes. Ik zie lezen in de krant dat er op dit moment voor 7,5 miljoen extra naar een gemeentemuseum gaat. Dan denk ik, dan is een argument van joh, we hebben geen geld om te handhaven, vind ik niet steekhoudend. Eigenlijk willen beide partijen hetzelfde, meer handhaving. Alleen verschillen ze een beetje van gedachten hoe ze dat het beste voor elkaar kunnen krijgen. Tot 3 december kunnen bewoners stemmen. 13 december maakt de gemeente de uitslag bekend. Jongeren gaan volgende week in debat in het stadhuis. Het initiatief hiervan ligt bij jongeren en jongerenwerkers. De bedoeling is dat de politiek op de publieke tribune plaatsneemt. Het debat vindt plaats op donderdag 22 november om 6 uur in de avond in de raadzaal van het stadhuis. Vorig jaar eerste debat hier gehad, groot succes. En dit jaar willen we dat succes weer evenaren, misschien wel overtreffen. Dus vandaar dat we betrokken zijn om zoveel mogelijk jongeren hier naar binnen te halen. Dus eigenlijk de straat naar binnen te halen, want op straat wordt er ook over politiek gesproken. Jongeren zijn geïnteresseerd. Als jongerenwerkers zijn wij bij elkaar gezet. Zijn wij gaan kijken van wat is er dan nodig. Daar hebben wij de gemeente bij betrokken en de gemeente die staat er ook heel erg voor open. Dus die heeft ons daarin enorm ondersteund. Ja. De Arnhemse Raad sprak over de kadernota veiligheid die hen door de burgemeester is voorgelegd. Ik sprak met burgemeester Ahmed Marcouch en diverse belanghebbenden. Kun je even uitleggen, die kadernota veiligheid, een redelijk lijvig document, maar wat staat er nou precies in? Veiligheid is voor Arnhem heel belangrijk en voor ons eigenlijk allemaal. Het is de grond onder onze voeten om onderwijs te volgen, te werken en eigenlijk een goed leven te hebben in Arnhem. En ik zie daar in Arnhem grote verschillen tussen wijken. De ene wijk is veiliger dan de ander. En dan gaat het soms over drugsoverlast. Het gaat over criminaliteit door jongeren gepleegd. Maar het gaat ook over hennepplantages die een risico in zich hebben dat er brand kan ontstaan, bijvoorbeeld in woningen. Het gaat over georganiseerde misdaad, het witwassen van geld. Bijvoorbeeld in onze winkelstraten of in ons uitgaansgebied. En de kadernota, die heb ik naar de raad toe voorgesteld om eigenlijk als raad samen de prioriteiten vast te stellen om Arnhem veiliger te maken. Wat vindt u van de kadernota die op dit moment voor ligt? Zoals die voor ligt, daar zijn we heel tevreden mee, omdat uiteindelijk veiligheid is ons vak en die komt vanavond met name heel groot aan bod. Het ging vanavond veel over prioriteringen. Wat zijn voor u nou speciale prioriteiten die u er even uit zou willen lichten? Nou, wat op dit moment speelt is in ieder geval cybercrime. Dat is echt een punt waar we extra aandacht op gaan vestigen. Ondermijnende criminaliteit is echt een punt waarvan we zeggen van nou, daar zijn we volop met elkaar over in gesprek om daar meer handen en voeten aan te gaan geven. Denkt u dat u daar ook mee gaat redden? Capaciteit is een schaars goed. Dus we moeten ook goed prioriteren, ook goed kijken van waar we onze capaciteit op in gaan zetten. Maar uiteraard zijn wij blij met het resultaat dat we er inderdaad mensen bij krijgen en die kunnen we goed gebruiken. Coehoorn moet een aantrekkelijke en creatieve wijk worden. Het tijdelijk initiatief dat 5 jaar geleden opgericht is, bestaat nu uit concrete plannen. Verslaggever Pieter Pluijgers sprak met Paul de Bruin, mede-initiatiefnemer van Coehoorn Centraal. Wat houdt de gebiedsvisie Coehoorn Creatieve Wijk precies in? Ja, dit is een kijk op de toekomst van dit gebied, waarbij wordt vastgesteld waar gebouwd wordt, wat blijft staan en wat gesloopt wordt. En bijvoorbeeld ook wat uiteindelijk de toekomst van het park is. Een van de elementen is minder hittestress. Nou ja, dat is natuurlijk een van de functies van groen in het algemeen in steden. En we zijn heel erg blij dat dit groen hier is ontstaan. Uitgerekend op een plek dat van oorsprong nog redelijk versteend was. En in het gebiedsvisie is eigenlijk aangegeven van zo'n plek moeten we ook eigenlijk houden. Dus we zijn heel erg blij dat dit een van de argumenten is om het Coehoornpark te behouden in de toekomst.
U bent ooit in de tijd van Rijnboog begonnen met Manifest van de Ruimte. En uw collega Peter Groot met het departement van ruimtelijke ordening. Nu zijn we in een hele andere tijd. Wat is er veranderd in al die jaren? Wat veranderd is natuurlijk de economische omgeving. Hè. We leven nu in een iets andere tijd. De bouw trekt enorm aan. Dus dat betekent dat je ook in een andere context zit. In de tijd van de start van DTO, maar ook Manifest van de Ruimte, was er natuurlijk veel leegstand. En we hadden toen geen zicht op herstel van die hele bouwmarkt en vastgoedmarkt. Ja, dat is enorm veranderd. En dat maakt het wel bijzonder dat een project als Coehoorn toch in deze tijd voortgang kan vinden. Het Taphuis lanceert zondagmiddag om 2:00 een limited edition bier. Arnhemse bierliefhebbers kunnen dit nieuwe, exclusieve biertje zelf tappen. Het Taphuis is een gigantisch mooie plek waar je 100 verschillende bieren kunt tappen en 80 verschillende wijnen. We hebben een super groot aanbod met bieren vanuit Nederland tot internationaal en maar verder. En sinds vandaag kan ik met trots zeggen dat we onze eigen bieren hebben laten brouwen. Ja, jullie gaan nieuw bier brouwen. En wat wordt de naam van dit nieuwe bier? De naam is De Huisbaas. Stiekem toch een knipoog ook naar het Taphuis natuurlijk. We wilden toch dat het ook uit de streek kwam. Dat vonden wij vooral erg belangrijk. Het moest een lokaal product worden en niet iets wat ergens verderop werd gebrouwen. Er kwamen een aantal namen voorbij. En uiteindelijk, we wilden toch een soort van stiekem een beetje personificatie erin hebben. Weet je wel, van oké, als je binnenkomt, dit moet het bier zijn dat je wilt tappen. Dit is van ons. Nou ja, de bedoeling hier is dat je kan tappen eigenlijk met een pasje. Je kunt dat per centiliter doen. Bij deze mocht voor deze ene keer mag je mijn pasje lenen. Bijvoorbeeld, we hebben het vandaag over De Huisbaas. Je pasje kun je erin klikken. Dan pakt hij eigenlijk meteen het pasje. Yes, hier aan de zijkant zie je het goed staan. En bovenin hebben we de glazen hangen. En je kunt eigenlijk letterlijk tappen per centiliter. Dus op het moment dat ik tap, begint hij ook met afschrijven. Eerst het glas spoelen natuurlijk. We hebben er expres voor gekozen om het een hoppig blondje te laten maken. Ik heb samen met Steve 6 weken van tevoren hebben we er eigenlijk lopen twisten over wat het uiteindelijk moest worden. En het moest een bier zijn dat toegankelijk was voor iedereen. En na lang twisten was het uiteindelijk het blond bier waar we voor gekozen hebben. Maar dan wel met een kick erin. Die kick komt onder andere door de Fuggleshop die eigenlijk een hoofdrol speelt in dit bier. Het is een Engelse hop met mooie aardse en grassige tonen. Die hem lekker fris, doordrinkbaar, maar toch even net die bitter op het einde erin knalt. De basis is haver, gerst en als laatste de haver om hem nog wat zachter in mondgevoel te maken. Wat smaakt het nou? Vooral moutig. Het komt door die drie soorten granen die erin zitten. Om zo vol van smaak en daarom is hij ook flink lekker troebel. Super fris. Makkelijk doordrinkbaar. En eigenlijk is het meest belangrijke wat wij vonden. Het is wel heel tof dat je één glas drinkt. Maar hoe vet zou het zijn als je naar die eerste denkt. Wow, ik lust nog wel een tweede. Ik proef inderdaad best wel een bittere nasmaak. Ja, klopt. Daar kwamen wij zelf ook achter. Maar tof is eigenlijk naarmate je hem eigenlijk steeds meer gaat drinken. Dan wordt hij steeds toegankelijker en valt die bitter eigenlijk langzamerhand weg. We hebben er maar 1000 liter van laten brouwen. Dus ik verwacht dat we hem ongeveer 2 maanden nog op tap hebben. En dan denk ik dat we er helemaal doorheen zijn. Zondag gaat hij in ieder geval geopend worden, de tap. Om 2:00 samen met onze Bronkhorster tap takeover. We hebben hier 10 taps van Bronkhorster. En natuurlijk onze eigen persoonlijke trots, De Huisbaas. Het heeft 2,5 jaar geduurd, maar Max Jansen is samen met Burgers Ocean de eerste ter wereld die succesvol anticonceptie toegepast heeft bij een vissoort. Het gaat bij dit onderzoek om een vrouwelijke adelaarsrog. Een van de vrouwen is eigenlijk te succesvol geweest. Ja, en te kan je bijna niet voorstellen, maar die heeft al 21 jongen gehad. En die zijn all over Europa verstuurd en die zitten dus in allerlei verschillende aquaria. We zijn een beetje bang binnen het kweekprogramma, het Europese kweekprogramma, dat ze eigenlijk een beetje oververtegenwoordigd wordt in Europa. Vandaar dat we gezegd hebben van weet je wat, we gaan eens kijken of we haar kunnen laten stoppen met kweken. En dat is natuurlijk heel jammer, want je bent net zo succesvol. We zijn de grootste kweker ter wereld en dan stoppen we. Maar het is toch wel van belang om inteelt te voorkomen. Vandaar dat we gezegd hebben van nou, we gaan eens zoeken. En een van de methodes is bijvoorbeeld een prikpil.
Dat is iets wat heel veel gebruikt wordt bij zoogdieren in dierentuinen, maar eigenlijk nog nooit bij een vis uitgevoerd is. Dus het was even zoeken van ja, kan dat of kan dat niet? En ja, we hebben het gewoon gedaan om eens te zien van nou, gaat het lukken? En na 2 jaar, we zijn nu 2 jaar verder, zien we nog steeds dat ze geen jongen heeft gehad. Gemeente Arnhem en provincie Gelderland willen het aantal waterstofauto's in Nederland verdubbelen. Beide willen ongeveer 1 miljoen euro beschikbaar stellen voor deze aanbesteding. De bedoeling is dat er vanuit deze investering in maart 2019 meer waterstofauto's rijden. Wij van RTV Arnhem wensen jullie een fijn kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Het RTV Arnhem jaaroverzicht.